Goedemiddag, mijn naam is Jacob Treffers. Ik ben bestuurslid van Foundation Concertgebouw Orkest. Ieder jaar geeft de businessclub van het Concertgebouw Orkest, de Salon, de Prix de Salon aan een bijzondere muzikus van het Concertgebouw Orkest als een aanmoediging voor de verdere talentontwikkeling. We zijn vandaag in het prachtige en regenachtige Landsmeer om de winnaar te verrassen. Laten we kijken of hij thuis is. Als het goed is, is dat het huis van de prijswinnaar, als ik het goed heb begrepen. Hallo, goedemiddag. Ik kom hier om een prijs te geven. Nee. Heb je een idee wat het zou kunnen zijn? Prix de Salon? Dat zou zomaar kunnen. Hey, bedankt. Bloemen als teken van waardering. Om eruit zou willen halen. Wauw. Ja. Helemaal niet meer aan gedacht eigenlijk. Zou je iets kunnen vertellen over het project waarmee je de prijs hebt gewonnen? Het gaat over mij en de componist Johann Sebastian Bach. En ik heb met Bach al jaren een rare band, omdat sommige, hij heeft wel veel fluitmuziek geschreven, maar sommige dingen zijn niet compleet. Of bij andere dingen dacht ik, nou, hij had eigenlijk de fluit wel in gedachten toen hij dat schreef. Had een fluit moeten dus zijn. Dus ik ben vaak aan het arrangeren voor fluit en voor fluitensemble of voor triosonaten maken. Waar ik denk dat het oorspronkelijk zo was gedacht. Dus ik ben eigenlijk constant met Bach bezig. En ja, en mijn project is dat in een concert te laten zien, of in een productie. Ja. Hoe we dat doen, weet ik nog niet precies, maar dat komt wel uit. Ja, en ik heb begrepen dat je het ook van plan bent om met collega-muzici en orkestenacademisten. Ja, dus daar ga je mee. Met hun ga je wel met het orkest te maken hebben. Ja, met hun ga je spelen. Ja, ja. Geweldig. Hoe ben je op het idee? Want je vertelde een beetje dat je er al lang mee bezig bent. Kan je nog een concreet moment dat je op het idee bent gekomen voor dit project? Ik heb altijd een beetje zo'n kick nodig, een motivatie. En ik dacht, nou ja, Prix de Salon, dat zou perfect voor mij zijn, omdat ik dan gedwongen ben het echt een finale versie te maken. Ja. Wat betekent het nou voor jou om zo'n prijs te winnen? Wat betekent zo'n Prix de Salon voor jou en misschien ook wel je orkestleden? Een waardering van mijn werk natuurlijk. En ook een waardering van mijn visie die ik heb. Want heel vaak wordt toch gezegd, ja, ik speel natuurlijk, zal ik op een moderne fluit spelen. Ja. En vaak word je daarvoor toch ook veel gecritiseerd. Want Nederland is een land met heel sterke lobby van de oude muziek. Ja. En je kunt niet zomaar Bach op moderne instrumenten spelen. Er wordt altijd een vraagteken erachter gezet. Dus ik vind dat wel een grote waardering voor dat wel kan. En dat het ook op een moderne manier kan worden uitgelegd. Nou, Kerstin, de jury was onder de indruk van het plan, van de creativiteit, het lef en de durf. Ja. En ook het mooie dat het een blijvend document is, want eigenlijk zijn het herscheppingen van werken die eigenlijk ook voor volgende generaties blijven. Mm-hmm. Dus nogmaals, mede namens de jury in de hele Business Club de Salon, echt van harte gefeliciteerd met de prijs. Super bedankt. Ja, nou, ik ben heel, heel dankbaar. Ja.